Kies de juiste bunker. Kies de juiste trapdoor. We hebben hier een bunker. Waarom is die open? Steve. Het is de bunker van Steve. We hebben hier de bunker van Steve. We hebben hier de bunker van Herobrine. En we hebben hier de bunker. Die zit wel dicht, gelukkig. Van Notch. En de bedoeling is dat wij eigenlijk niet de verkeerde bunker kiezen. Ga weg jij. Wegwezen. Dat wij, ik hoef geen vol. Dat wij niet de verkeerde, maar dus de juiste bunker kiezen. Trapdoor, bunker, hoe je het ook wilt noemen. Wauw. Steve has been working out, bro. Look at them muscles. Dat is best wel intens. In ieder geval, kleine like challenge. Ik weet zeker dat je niet sneller kan liken dan dat ik tot 5 tel. Als je dat wel kan, dan heb je extra geluk in je leven. 1, 2, 3, 4, 5. Als je hebt gefaald, hoop ik alsnog dat je het extra geluk vindt. Maar helaas niet door de challenge. We gaan er wat spectaculairs van maken, tenminste. Dat vermoed ik zo. Ik bedoel, dit is amazing. We hebben hier gewoon letterlijk een geheime bunker van Steve. We hebben er eentje van Herobrine. Zeg maar, Herobrine is natuurlijk wel een beetje het boegbeeld voor wat betreft darkness in Minecraft. Het is een beetje het duistere pad. Notch is de maker van Minecraft, like. Het is de bedenker. Dus dat is een beetje een leading horse. Oké, dus ik moet niet de verkeerde kiezen. Dus dan is Herobrine. Ja, dat kan natuurlijk ook een beetje een soort van strikvraag zijn, right? Dat je ervan uitgaat van het is Herobrine niet, hè? Want je moet dus niet de verkeerde kiezen. Dus Herobrine laten we liggen, want die is vast verkeerd. Terwijl die juist goed is, right? Ik ga voor Steve. Ik ga gewoon voor Steve. I'm going to do this. Oké, ik vind het wel spannend, maar let's go. Oh, hoe gaan we dit nou weer doen? Oh! Oké, wacht. Oh, you are kidding me. Oké, hier heb ik niet over nagedacht. Schijnbaar de mapmaker ook niet. Hoe ga ik hier beneden komen? Ik heb misschien wel een idee. Zullen we nou gewoon wat water gaat het werken? Of zullen we gewoon... Ah, nu we toch in Game Mode 01 zitten. Let's go. Doe het gewoon lekker op deze manier. En plof, we zijn er. De geheime bunker van Steve. En er staat ook gewoon letterlijk... er staat gelijk op de muur. Geen creepers toegestaan. Een poster van een diamond mine. That is where... Oh, Steve is het trouwens zo gewoon. Ja, ik was er eigenlijk een soort van half van bewust. Want ik zag al deze miners. Maar dit is letterlijk Steve. In ieder geval, poster van diamonds. Poster van diamonds. En oh, how cute is that? Een poster van je girl Alex met hartjes erbij. That's very cute. Steve, how are you doing? Oh, wat goed dat je voor mijn bunker hebt gekozen. Ja, zo. Als mensen dat doen, dan weten ze eigenlijk niet eens zeker of het verstandig was. Maar dan willen ze toch iets zeggen. Dus dan krijg je van die hoge tonen. Ah. Zie, mijn bunker is niet zoals die andere twee. En waarom dan? Mijn bunker is functioneel! Oké, Steve, dat snap ik. Wacht eens even, wat? Waarom zie ik dit nu pas? Waarom zitten er appels in jouw steen? Waarom zitten er botten en spin... Oké, weet je wat even. Je denkt toch niet dat die oors zichzelf minen? Nee. Tenminste, lijkt me sterk dat een oor zichzelf mint. Een broodje eet zichzelf ook niet op. Toch? In ieder geval, aanschouw mijn minegenoten. Ah, dat zijn jullie. Hoi, miner de mine. Oh, nou, interessant. Hoi, I love mining. Hoi, iemand heeft mijn augurk gestolen. Echt serieus? Oh ja! Jij hebt een augurk! Hey, dat is niet aardig. Je mag geen augurk stelen van je collega's. In ieder geval, nou, dat is het verhaaltje van Steve. En ik begrijp het niet helemaal. Ik denk, heb je nog wat interessants te zeggen? Of is dit het? Oh, hij staat... Oké, dat zal het zijn. Alright, amazing. Dus we kunnen gewoon een beetje minen. En dat redelijk snel zelfs. Dit is zo verwarrend. Ik heb een apple oor. Like, je zou bijna denken dat het een oor is, ontwikkeld door Apple. Maar nee, het is een apple, als in een appel, in een oor. In een blok dus. Maar is dit alles... Zeg maar, ik heb van de mapmaker namelijk vernomen dat er geheime kisten verstopt zitten in deze map. Maar misschien hebben we gewoon voor de verkeerde bunker gekozen. Zou best kunnen. Nou, in ieder geval, Steve zei, denk je dat die oor zichzelf minen? Dat denk ik niet, dus ik help hem een beetje mee. Heb jij nog iets zinnigs te zeggen? I love mining. Ja, als je er zoveel van houdt, waarom sta je dan stil? Als je zoveel van mij houdt, dan is het misschien een verstandig idee dat je er maar eens mee begint, jongeman. Oh. Steve. You are kidding me. Dat had je me even moeten vertellen, dat is echt... Waarom had je me dat niet kunnen vertellen, gozer? Dat is toch... Dude, why... Oké, weet je wat? Maakt niet uit. We gaan kijken wat er is. Wat is dat? Cow leather armor? Oké, wacht even. Hold up a second. Cow leather armor? Dus... We hebben letterlijk armor gekregen. Waarmee we er nu uitzien als een koe. Mo, een koe heeft 7 magen, toch?
Betekent dat dat ik meer Nutella kan eten? Ik kan al best veel Nutella eten, maar nog meer is beter. Nee, grapje. Te veel van iets is nooit goed. In ieder geval, we hebben ook Steve bommetjes gekregen. We hebben letterlijk onze eigen hulplieden gekregen. We hebben een Diamond Armor Steve en een Gold Armor Steve. En beide kunnen wij spannen als een soort van hulpgenoten. Is dat een woord? Hulpgenoten? Ik heb hulp genoten. Ik heb van je hulp genoten. Wauw, dat is echt... Ik voel me bijna een rapper. Ik heb ook de Steve Pickaxe. You are kidding me, Steve. Wat een mooie bil. Oh, sorry. Steve, je hebt mij gewoon je pickaxe gegeven. Dat is zo... Minde ik nou net een diamond die ik niet kreeg? Oh. Oké, okay, weet je, de Steve Pickaxe is niks voor mij. Als je de diamonds mee mint, maak je ze kapot. En dat willen wij niet. Oké. Okay. Oeh, Steve. Jij avonturier. Hij heeft ons letterlijk een creepypasta gegeven. Twee zelfs. Jeff the Killer en Jane the Killer. Jeff en Jane die horen bij elkaar. Is een setje. Is een van de weinige creepypasta koppeltjes trouwens. Leuke informatie. Leuk detail. Nou Steve, ik wil je hartelijk bedanken. Doe de groetjes aan je minegenoten. Ik heb van de mine genoot. Sorry, ik ga het niet meer doen. Nee, ik kan me voorstellen dat niemand van jullie gaat slapen als ik dat grapje nog een keer maak. Alright, we zijn weer back to the spam. En er zijn een aantal dingen die ik wil doen. Eerst even het bommetje. De Steve bom. Het zal vast niks aanrichten, maar we kunnen het natuurlijk wel proberen. Oké. Okay. Een wijs man zei ooit, wie die waagt, wie die wint. Ik win niet. En ik waagde wel. Nee hoor. Nee, dit is onverstandig. Laten we het daarop houden. Alright. Ik loos eerst even wat ik niet denk nodig te hebben. Want heel mijn inventaris zit vol met nonsens. Alright. De Diamond Armor Steve. Alleen, ik ben ergens een beetje bang dat deze Diamond Armor Steve mij niet aardig gaat vinden. Ik bedoel, ik lijk niet op Steve. Ik lijk op een koe. Like, dat is wel iets heel anders. Maar let's go. Wow. Hebben we er nou zojuist... Oh! We kunnen letterlijk net zoveel spannen als we willen. Wat? Oh, besef dat. We kunnen letterlijk een gigantisch leger maken. Met Diamond Armor Steves. Oh, that's pretty amazing, bro. That's pretty amazing. En voeg daar ook wat Golden Armor Steves aan toe voor het contrast. En dan heb je gewoon de formule... Zeg maar de opstelling om Minecraft mee over te nemen. Ik bedoel, look at this, bro. Het ziet er amazing uit. Ik heb heel Minecraft... Als ik mijn oma nu Minecraft zou moeten uitleggen... zou ze me waarschijnlijk tot en met volgende week vragen hoe het kan... dat ik 50 mannetjes heb gespand in een seconde. Ze zal er niks van snappen. Maar wat gebeurt er als ik er één aanval? Oh, dat was een onverstandig idee. Oh, nee! De tuber versus Steve! Wie gaat er winnen? Alright. Alright, nou, dat is ook gelijk duidelijk. Laten we doorgaan naar de volgende man. Oh nee, wacht, we hebben natuurlijk de creepypastas nog. Hè. Laten we beginnen met, wie is dit? Dit is Jeff. Nee, dit is Jane. Laten we beginnen met het meisje, Jane. Oh! No way! Oh my, you are kidding me! De Steves hebben letterlijk Jane ingemaakt. Oh, dat is zo amazing. Oké, okay, dan gaan we door naar de volgende. En dat is Jeff. Oh, Jeff die zou het niet leuk vinden dat zijn vriendinnetje is ingemaakt door 200 Steves. Hoeveel Steves denk jij dat hier zijn? Je mag 10 verschillende soorten getallen in de comments spammen. En degene die er het dichtst bij zit, krijgt van mij een high five. Wel even abonneren en like als je dat wilt. Oké, okay, let's go. Oh! Oh! Nee, 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 nee. Oké, dat was interesting. Dat was Jeff the Killer. Jeff the Killer is eigenlijk gewoon een soort van... Jeff the Killer is een van de allereerste creepypasta's ooit. Veel mensen weten dat niet. Wacht eens even. Wat als ik gewoon het bommetje hier plaats en ik doe... Oké. Steve proberen in te maken met zijn eigen bommetjes. Geen verstandig idee. Alright, trouwens, dit soort video's kosten redelijk wat tijd. Omdat, zeg maar, ik moet eerst wachten totdat zo'n map helemaal is gemaakt. Noem het allemaal maar op. Dus een like zou gewaardeerd worden. En als jullie het vaker willen zien, spam dat dan in de comments. Dan ga ik zeker mijn best doen om vaker dit soort lastige kwesties voor te schotelen. Oké, de Herobrine Mine. This is gonna be amazing. Ik moet eerst weer even in Game Mode 1. Anders ga ik de val waarschijnlijk niet overleven. Of naar de mine, de bunker, de trapdoor, hoe je het ook wilt noemen. 3, 2, 1. Let's do it. Oké. Ik weet dat ik in creative zat, maar desondanks dat was een heel spa... Heb ik een tomaat gekregen? Hoe kom ik aan een tomaat? Can someone explain me? Oh!
Oh, you are kidding me. Wat zijn dit? Een golden skeleton? Een fire skeleton? Een mage skeleton? Dat is letterlijk een skeleton magier. En ik heb maar gewoon zo'n idee. Dat Herobrine niet de beste vrienden is met de creepers. Zoveel creeperhoofden. Sorry creepers, dat Herobrine bestaat. Ik weet niet waarom ik me verontschuldigingen aanbied. Het is niet mijn idee geweest om Herobrine te bedenken, maar whatever. In ieder geval, Herobrine, tell me what's poppin'. Ja, ik ben duister. Ja, ik ben stoer. Maar zoals ieder mens heb ik mijn angsten. Aanstekers, ik kan ze niet uitstaan. Ook niet aan, trouwens. Hij kan ze niet uitstaan, maar hij kan ze ook niet aanstaan. Dat is een grapje van Herobrine, de man zonder pupillen. steek de portal aan en ik beloon je grondig. En wat zit... Nou, easy. Zo, de portal staat aan. Was dat het? Hij zegt in de kist... Oh, nee. You are kidding me right now. In de kist zit... Ik durf het niet te zeggen. De aansteker. Maar ik heb het al gedaan, dus je hoeft het niet meer te zeggen. Dankjewel, ik zal je niet opeten. Wacht, wat? Je wou me opeten? Hey bro, ik ben hier om jou te helpen, hè. Ik bedoel, wat is dit? Ik ga af trouwens. Dit is niet... Oh nee, laat maar, ik overleef het. Hij zegt dat er iets... Dat hij een beloning voor me heeft. Achter hem bij de deur. Dus... Alright, sounds good. Heb ik nou serieus gewoon... Herobrine geholpen met het aansteken van een portal? Dit is een rare dag als je naar mij vraagt. You are kidding me, wat? Een iPhone Herobrine, weet je het zeker? Oh, je laat alleen je bil zien terwijl ik tegen je praat. Nou, dan denk ik dat je het zeker weet. Alright, let's go. De iPhone X. Oké, waarschijnlijk is het wel gewoon een item waar je niks mee kan en die er alleen leuk uitziet. You are kidding me. 8 plus 8 is 16. 25 keer 25 is... Oh. Ik heb het kapot gemaakt. Het is 4 over 7 in Minecraft. Maar wat? We kunnen letterlijk gewoon dingen kopen op CraftBay. Geen eBay, maar CraftBay. Ik wil een diamond. Heb ik die nu? Er staat look to the skies. Purchase is coming. Oh, alles wat je koopt via de iPhone wordt zeg maar via de lucht geleverd. Oh, that's pretty intense, bro. Oké, dat ga ik proberen. Wacht, oh... Ik was bijna vergeten dat er 250 Steve's op mij aan het wachten waren. Oké, wat wil ik kopen? Ik wil gold. En nu moet ik naar de lucht kijken, staat er. Oh, wat? Wat? Is dat mijn bestelling? Bro, you are kidding me. You are totally... Ik heb een tomaat trouwens. Oh, dat is amazing, bro. You are kidding me. Oh, dat is zo gaaf. Oké, wie wil de diamond? Gold, whatever. Het is geld waard, dus pak het. Alright, ik weet eerlijk gezegd niet of het tot nu toe überhaupt een verkeerde keuze was. Like, ik ben eigenlijk best wel tevreden. We hebben de Steve Mine geprobeerd. Daar hebben wij letterlijk een Steve pickaxe gevonden. En een hele hoop mine collega's. En dat soort dingen. Mine genoten. En de Herobrine Cave heeft ons letterlijk een iPhone X gegeven. Pretty amazing als je het mij vraagt. En het is tijd voor de laatste geheime bunker. De laatste trapdoor. En dat is die van Notch. De maker van Minecraft. En waarom heb ik deze voor het laatst bewaard? Come on. Notch is de meest overpowerde speler. Dat kan niet anders. Het is de maker van het spel zelf. Dus hij moet wel de king zijn. Nou, je ziet het. De grootste aardsvijand van Notch, Herobrine. Met zijn glinsterende, pupilloze ogen in het maanlicht. Maar Notch trekt zich er niks van aan. Oké, daar gaan we. 3, 2, 1. Oké, ik weet dat ik in creative zit. Ik ga gewoon simpelweg het risico niet nemen om bij Notch op bezoek te gaan in survival. Ik bedoel, dat klinkt niet verstandig. Dat is niet verstandig. Alright. Oh, you are kidding me. Zo... Wat zijn dit? Zijn dit wat ik denk dat het zijn? Dit zijn serieus... Het zijn $10 biljetten. Dat is amazing. En wat zijn dit? iPhone? iPhone 2? iPhone 3? iPhone 8? iPhone 8 Plus? iPhone XS? iPhone X? En... Een iPhone die nog gaat uitkomen. Zou Notch serieus nu al weten wat een van de komende iPhones gaat zijn? In ieder geval, Notch zegt... Oh, excuseer mij. Er zijn nogal wat padvinders in de regio. Ik heb genoeg koekjes. Ik ben geen padvinder, Notch. Jij ziet eruit als een durver. Een avonturier. Ik smeer soms 2 lagen Nutella op mijn broodje.
Dat is best uitdagend. Hey, zeg maar niet dat je in die andere stomme bunkers hebt gekeken, hè? Nee, ik ben niet in de bunker van Steve en Herobrine geweest waar ik een iPhone heb gevonden en een Steve pickaxe. Nee, ik heb geen idee waar je het over hebt. Goed zo, open het luik en check de bunker onder mijn bunker. Bunker? Wacht, de bunker onder je bunker. Wacht, wat? Je hebt een bunker. You are... Notch, you are kidding me right now. Ik bedoel, hey, de bunker van Steve en Herobrine waren episch, maar jij hebt een bunker onder je bunker? Oké, okay, oh! Wat zijn dit? Stacks van briefjes van 50 en testitems. Notch is natuurlijk iemand die ook items bedenkt voor in Minecraft. Dus dit is letterlijk een kist waar waarschijnlijk items zoveel geld... Zoveel goud en iron. Dit is waarschijnlijk een kist waar items in zitten die nog niet bestaan in Minecraft. How interesting is that? Oké. Okay. Ga ik hem openen? Ik ga hem openen. Let's go. Oh, wacht even. Oh, you are kidding me. We hebben een diamond glaive, een diamond sight, een diamond warhammer, een diamond halberd, een diamond spear, een diamond staff, een diamond schild, een diamond mace, een diamond dagger, een diamond broodzwaard, bacon, briefjes van 100 en een hoop nieuwe mobs die ik nog nooit eerder heb gezien. Al dus, het is tijd om een aantal van de mobs uit te testen die Herobrine misschien nog wel in Minecraft wilt brengen. Oh, back to spawn, nice. Maar die er simpelweg nu gewoon nog... Het werkt niet. Maar die er simpelweg gewoon nu nog niet zijn. Dus eigenlijk krijgen we een soort van sneak peek, als ik dit spel moet geloven. Laat in de comments weten welke bunker, welke geheime bunker, welke trapdoor, welk luik zou jij hebben gekozen. Die van Steve, die van Herobrine of die van Notch. Ik ben op zich best wel tevreden met mijn keuze. Omdat ik eigenlijk alles heb gekozen, dus er is niet echt iets om ontevreden over te zijn. Oké, we beginnen met de pirate. Wow, een zombiepiraat. Serieus, Notch? Wil jij een zombiepiraat toevoegen in Minecraft? Ik weet niet of dat handig is. Een spook. Oh. Oké, dat zou op zich best wel gaaf zijn. Daar ben je. Een spook in Roblox, in Minecraft. Een spook in Minecraft zou de boel wel een beetje opspicen als je het mij vraagt. Een spookpiraat. Dat is op zich ook pretty amazing. Oh, ik heb ineens... Ik ben verblind. Ik ben serieus verblind. En ook hier is gewoon weer die money lettuce oor. You are kidding me right now. Dit is letterlijk oor waar sla in zou zitten. Wacht. Is dat serieus zo? Kan ik dat uittesten? Ik wil het zien. Waarom werkt het niet? Oké, het werkt niet. In ieder geval, we gaan door naar de volgende. En dat is de rat. Een rat, oké. De Grim Reaper. Dat zou letterlijk het karakter zijn wat alle andere spelers in één keer kan inmaken door ze enkel en alleen aan te raken. That's pretty amazing. De volgende is de Skelebones. Wauw, dat lijkt wel op die Fortnite skin van een skelet. Wat, dit is zo apart en opmerkelijk. Notch, ik vind het heel gaaf om jouw geheime mobs te zien, maar ik had het niet helemaal verwacht. De Weerwolf? Oh, maar wacht even, het is geen eens volle maan. Dat klopt niet. Jij bent geen echte weerwolf. Frankensteins monster. Ziet er eigenlijk gewoon uit als een zombie met een gigantisch hoofd. Een goblin? Wat? Dit is gewoon een mini pompoen met beentjes en armpjes. Oftewel een goblin. Ja, ik ben het ermee eens. De classic Steve! Wat? Ja, natuurlijk. Notch is ook de maker van Steve. En dit is hoe de klassieke versie van Steve eruit zag vroeger. Wauw, zeg maar als je deze vergelijkt met de andere Steve's zien er anders uit. Dan hebben wij hier de Classic Pig, wat? Dit is hoe de biggetjes er in de allereerste versie van Minecraft uitzagen. En dat is best wel grappig, want kijk, dit is dus de big hoe die er nu uitziet. Wauw, wat een verschil. Eigenlijk zijn het alleen de ogen, maar oké. Een vampier, een Blaze Steve en een Villager Steve. Notch, echt waar, voeg dit toe. It looks amazing. Ik bedoel een Villager Steve, zou je daarmee kunnen ruilen? Dat zou gaaf zijn. Tot de volgende keer en adios.